Een groep burgers heeft vandaag wederom geprotesteerd voor behoud van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. De actie is gehouden voor het KLM-gebouw. De actievoerenden vinden dat de SLM op een oneerlijke manier moet concurreren met de KLM, die samenwerkt met TUI Fly. John Walring stond onze nieuwsdienst te woord. Kijk, zo gedragen buitenlandse imperialisten zich. Machtig, ze wisten dat er hier een protest zou plaatsvinden. Nog KLM, nog TUI hebben de moeite genomen om hier te komen. En zo gedragen ze zich ook als intrader op deze markt. TUI is nu al een paar jaar bezig. Ze doen alsof zij alleenheerschap hebben over het verkeer. Paramaribo, Amsterdam en omgekeerd. Ze komen gewoon niet. We hopen dat ze nu luisteren. Want als ze niet luisteren, wordt dat protest veel omvangrijker. En niet alleen hier, maar ook aan de andere kant van de oceaan. Ja, maar wat is de moeite die u zelf getroost heeft om de aandacht te vragen van de beheerders hier zo om ze een protestbrief op die zin aan te kunnen bieden? Dat hebben we niet gevraagd. We willen een signaal afgeven nu. En we hopen, kijk, liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. We hopen dat ze morgen of in de loop van de week met de reactie komen. Want de directeur van TUI is voortdurend in de pers. Ik roep hem op om hierop een reactie te geven. Laat hij zeggen waarom ze deze actie ondernemen en hun policy gericht is om die markt over te nemen en het icoon van de Surinaamse gemeenschap SLM weg te drukken. Een van de actievoerende, John Walring, vandaag bij de protestactie voorbehoud van de SLM.